Een verslechterde economie gaat heel vaak gepaard met zorgen in het gezin. Dit haalde Merja May, kinderpsycholoog, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Zorgen kunnen zich volgens haar uiten in onder andere huiselijk geweld. May wijst erop dat de relatie met kinderen vaak de dupe wordt van de zorgen die gepaard gaan met de verslechterde economie. Ze zegt dat ouders niet erbij stilstaan dat hun stress invloed kan hebben op hun kinderen. Een onderzoek in 2018 heeft volgens May uitgewezen dat kinderen veelal de dupe worden van huiselijk geweld als de economische situatie van het gezin niet stabiel is. En uit die resultaten is toch gekomen dat zeker 3 op de 4 kinderen wel eens te maken heeft gehad met kindermishandeling. Ja. En als ik het heb over kindermishandeling, dan kunnen we praten over het slaan, het schoppen, het schreeuwen, het bedreigen, het vernederen, beledigen van kinderen, maar ook verwaarlozing. Want ja. Verwaarlozing is in kinderen te weinig voeding geven omdat het gezin, het inkopen laat het niet toe. Niet naar de arts te kunnen brengen als het ziek is. Maar we hebben het ook over de emotionele verwaarlozing. Ja. Ouders die moeten werken en alsmaar moeten werken om geld binnen te halen. Ja. Waardoor ze minder thuis zijn, ja. Maar waardoor hun kinderen weer minder aandacht krijgen. Ja. Seksueel misbruik, nou, dat viert ook hoogtij in Suriname, ja. Dat weten we. En ja, dit is een onderzoek dat voor COVID is gedaan. En nu, COVID, ik geloof dat dat cijfer ook absoluut omhoog zal gaan. May haalde verder aan dat kindermishandeling een bepaalde invloed heeft op het leven van personen die dit hebben meegemaakt. De mate van invloed op het leven van zo iemand kan verschillen van persoon tot persoon. Kinderen die dit meemaken, die hebben vaak ook psychisch leed, psychische schade. Als het psychisch niet goed gaat, is het risico dat het fysiek, lichamelijk niet goed gaat, ook een stuk groter. Dus lichamelijke klachten als kinderen opgroeien, we weten dat er een 1-op-1 relatie is, heel vaak, met tussen psychisch leed en, we noemen dat psychosomatiek, dus psychisch, dat dus op een fysieke manier tot uiting komt. Dan heb ik het over chronische ziektes, denk aan hart- en vaatziektes, chronische stress. Ja. Doet wat met het lijf. En dat is een voedingsbodem voor de ontwikkeling van lichamelijke ziektes. Ja. Dat kost ook geld. Kinderpsycholoog Merjam May. Zij sprak vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald.